Opvang de Hooiberg in Wassinghorn. Het buitenleven voor uw kind. Kijk op hooiberg.nl met IJ en GH. En volg ons op Facebook. Hij is ondernemer en ook bekend met de hel. Daarnaast zit hij bijna Abraham en volgt hij zijn club AZ tot in alle uithoeken van Europa. Gast vandaag in deze sportbank is Onno Jans. Onno, welkom. Ja. Eerst even de huishoudelijke mede. Zit je goed? Ik zit eerlijk. Bevalt de kleurencombinatie? Want anders. Nou, ik ben kleurenblind. Dus, dat is buitengewoon... Nou, valt mij hoor. Maar... Waar stond jouw wieg? Mijn wieg stond in Den Helder. Ik heb heel kort in Den Helder gewoond. En ik ben heel snel verhuisd naar Petten. Echt dat ik een paar jaar oud was. Dus je bent in Petten ook opgegroeid? Ik ben in Petten opgegroeid, ja. Ik heb één jaartje in Callenzoo gewoond tussendoor. Omdat ik geen huis kon krijgen in Petten. Maar nou ja, wat je zegt, ik ben bijna Abraham. Dus 47, 48 jaar woon ik wel in Petten ondertussen. Ja. Hoe was je jeugd in dat dorp? Ja, ik vond het een geweldig dorp. Niet te groot, niet te klein. Strand, altijd voetballen. Ja, ik heb er een heerlijke jeugd gehad. Snap jij dat mensen zeggen, of als mensen zeggen van, in Petten wil je nog niet doodgevonden worden? Ja, dat één kant snap ik het wel en de andere kant snap ik het niet. Want okay, welke kant snap je wel? Nou, dat sommige mensen toch erg wel aangewezen zijn op bepaalde... busverbindingen of andere dingen. Ja, in Petten is het natuurlijk altijd wat lastig. Je loopt niet zo eventjes naar een winkel om wat spullen te halen. Natuurlijk hebben we een sparwinkel en wat andere winkels. Maar ja, dat is toch wel een probleem. En in 's winters is het best wel stil, zeg maar. Er gebeurt weinig. En wanneer bevalt het je wel? Ja, het is een open deur. Maar... Nou, mij bevalt het eigenlijk altijd. Dus... Maar ja, op het moment dat het weer het mooie weer wordt en als de mensen uit hun huis komen, weer volop op het strand gewandeld wordt door het bos en zo en er weer reuring is op straat, ja, dat vind ik toch, die jongens weer allemaal buiten aan het voetballen zijn, dat vind ik toch fijner. Ja. Kun je iets vertellen over je jeugd op school? Ja, ik heb altijd dus in Petten op school gezeten. De lagere school, grote klas. We weten wel dat mijn lichting iets van 43 kinderen was. Dus gaat al die jaren mee. Op een gegeven moment werden we ook maar gesplitst in de combinatieklas. 2 jaar bij Arnold Groenert, meester Groenert in de klas gezeten. Een legende. Die was actief ook met de schaakclub. Die had een schaakclub op school, dus ik zat ook nog in het schaakteam. Het voetbalteam, dus hij ging met zijn bestel eend, elke woensdagmiddag gingen we op pad of om op te voetballen of om te schaken. Of, ja, dat was gewoon een geweldige tijd. Ja. Wat deed je in je vrije tijd? Ja, in mijn jeugd was het eigenlijk alleen maar voetballen. Dus elk uurtje, elk gaatje werd de bal gepakt en de jongens opgezocht en gevoetbald. En, uit wat voor gezin kwam je? Mijn ouders en ik heb nog een jongere broer en een jongere zus. En mijn broer woont nu in Midwoud en mijn zus woont hier in Schagen. Dus allemaal dicht? Allemaal dicht in de buurt, dicht bij elkaar. Ja. Wat deed je na de lagere school? Had je toen al een idee van nou, dat en dat? Nee, ik had nog geen flauw idee. Ik weet het eigenlijk nu nog niet wat ik wil worden. Okay. Ik heb eigenlijk altijd wel gehad van ik zag het allemaal wel, zeg maar. En, naar de lagere school ben ik naar Willem Blauw, in Noord-Kennemerland heet dat toen gegaan. En daarna naar de taaihandelopleiding, ook in Alkmaar. Waar ik onder andere Michel van der Wart ben tegengekomen en Gers Schouk. En via Michel ken ik jou weer. Dus dat was echt een hele geweldige tijd op die middelbare school. Ja, en toen moest ik de militaire dienst in. Waar heb je gelegerd gezeten? In Harskamp. Maar ik echt geluk gehad daar. We hadden een sportmijnende kapitein. En we kregen selectiewedstrijden voor zaalvoetbal. Nou ben ik geen talent, maar tijdens de selectiewedstrijden toevallig wel. Dus ik kreeg een soort beschermde status daar. Dus we mochten elke dag gewoon voetballen. En ik heb eigenlijk nooit wacht gelopen of wat anders gedaan. Dus, voetbal is wel een rode draad in jouw leven. Ja, dat is wel... wel een rode draad, ja. Ik was geen talent, maar ik heb er wel heel veel plezier in gehad. Ja. En nog steeds trouwens. Belangrijk.
Wanneer ben je begonnen bij de club, bij Petten? Ja, ik denk dat ik 7 was. Dat ik toen ben begonnen. En als keeper. Als keeper? Ja, als keeper. Ik heb tot mijn 16e gekiept. En toen dacht je van... Toen hadden we eigenlijk 3 keepers voor 2 elftallen. En toen heb ik mezelf vrijwillig opgeworpen. Omdat ik wel zag dat die andere 2 meer talent hadden dan ik. Vincent Oostrom en Jan-Willem van Straten. En ik vond zelf, wilde ik eigenlijk ook een voetballer. Want ik was overdag ook eigenlijk altijd aan het voetballen. Dus toen ben ik gaan voetballen. Ja. Heb je naar de detailhandelsschool? Had je toen al in je hoofd van, nou oké, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Maar nu eerst. Ja, ik dacht, ik ga eerst de diensttijd wel uitzitten. En dan zien we wel weer verder wat we gaan doen. Want ik had echt geen idee. Maar ik deed als vakantiebaantje, werkte ik in Sint-Maartenzee in de supermarkt. Er was toen nog een Albert Heijn, grote Albert Heijn, aan de Westerduinweg. En die werd overgenomen. En die eigenaar die belde mij op dat ik 5 maanden in dienst zat, of 4 maanden in dienst zat. En met mededeling dat de bedrijfsleider een hernia had, of ik de winkel niet wilde runnen. Maar ja, ik zei, ik zit in dienst tot na de zomer. Hij zei, nou, als ik jou eruit krijg, wil jij dan niet de winkel runnen? Nee. Nou ja, ik zeg, schrijf maar een brief. Nou, hij schreef een brief en 2 weken later was ik thuis. Dus ik heb maar 5 maanden in dienst gezeten, 4 maanden. Gingen ze er zo gemakkelijk mee akkoord? Ja, daar gingen ze heel makkelijk mee akkoord. Ja. Ze waren blij dat het er was, denk ik. De club Petten, net als het voetbal, ook een rode draad. Ja. Zit er nog levenskansen in, overlevingskansen in voor kleine dorpsclubs zoals Petten, Oudesluis, Wieringwaard, noem maar op? Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat het juist heel belangrijk is dat je overal voor het dorpsleven, dat er overal clubs zijn. Anders sterft zo'n dorp helemaal uit. En om alles. Ik heb ooit een oud-wethouder wel eens willen horen zeggen, hier in Schagen, van we moeten alles centraal maken. Dus dat er 1 grote club komt met spelers uit alle omliggende dorpen. Maar dat is het slechtste idee wat ik ooit gehoord heb. Dus ik zal zijn naam niet noemen, maar... Mag rustig. Ja, is goed. Maar we moeten de dorpsclub zo lang mogelijk in stand houden. Dat is heel belangrijk. Naast het voetballen had je ook een fluitende rol in de voetballerij. Dat is eigenlijk ook dat ik 19 was, ben ik al in het bestuur gekomen bij Petten. Ik ben er wel een tijdje uit geweest, omdat ik wat oneenigheid had over een bepaald beleid. Jaren later ben ik gewoon weer terug gevraagd en gekomen. Ik ben begonnen met fluiten ook daar gewoon bij de club. Ik was zelf ook niet de makkelijkste met scheidsrechters. Ik ergde me nogal eens groen en geel aan bepaalde beslissingen. En ja, dan krijg je op een gegeven moment de opmerking van, dan ga je het toch lekker zelf doen. Maar ja, zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Maar je was ook een talentvol arbiter. Nou ja, wat is talent? Ik deed het er eigenlijk altijd een beetje bij. Want voetbal stond bij mij opeens zelf voetballen. En pas nadat ik zelf niet meer voetbalde, toen ben ik eigenlijk pas serieus het fluit op gaan pakken. Maar ja, toen was ik al 35. Dus. En je doet het nog? Of niet? Ik doe het nog steeds, ja. En wat voor niveau? Het ligt natuurlijk nu al 2 jaar stil. Maar de meeste wedstrijden zijn op de tweede klas. Maar ook wel eerste klas wedstrijden krijg je op zondag. Dus dat is een behoorlijk niveau dan. Ja, dat wordt leuk gevoetbald, ja. 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 Had je niet het idee, want je zegt ja, ik zie het allemaal wel. Maar dan misschien kan ik als scheidsrechter wel ver komen. Als voetballer niet zo, maar als ik helemaal een fluit in mijn mond heb. Dan had ik eerder moeten beginnen. Dan had ik 10 jaar eerder moeten beginnen, denk ik. Dan had het misschien nog wat geworden, maar ik ben tevreden zo hoor. En 2 jaar terug ben ik nog gepromoveerd, dus ja... Zeg nooit nooit, maar tot hoe lang mag je doorgaan? Ja, voor mij kan ik nog 2 keer promoveren tot de hoofdklasse. Ja, wat ik al zei, ik ben bijna Abraham, dus op zich is er geen leeftijds... Zie je er tegenop, tegen Abraham? Nee, helemaal niet. Nee, ik zit er niet echt mee. Nee, wordt er in het geheim al een stoel met een pop erin voorbereid? Of? Nou ja, ik zou groot feest geven 12 juni, maar ja, dat kan eigenlijk wel een streep doorheen, denk ik. Ja. Dus dat is jammer. Ja. Net zoals bij alle andere gasten hebben we ook aan jou gevraagd om een favoriet stuk muziek. En nou, je mag zelf je keuze uitleggen en toelichten.
Ja, favoriet. Ik hou van heel veel soorten muziek. En dat, van heavy metal tot Nederlandstalige meezingers. En alles wat ertussen zit. Punk, rock vind ik leuk. Maar echt heel divers. Dus ja. Ik heb gekozen voor het nummer van de Truck en de Keks. Die heb ik toen in de jaren 90 wel een aantal keer gezien. Rick de Leeuw was liedzanger. Die zelf ook geweldig kon voetballen trouwens. Oh ja. Ja, dat was een groot talent ook. Maar die heb ik ook een andere weg gekozen. Ik heb genoten van die optredens. Heel energiek. Het waren natuurlijk een stelletje mafkezen. Maar en de titel. Doe alles wat je doet met hart en ziel. Ja, dat is wel een beetje... Het trucken naar keks. Kukkener tracks met hart en ziel. Favoriete muziek, een van de favoriete muziekstukken van Onno Jansen, onze gast vandaag in deze bank. Verschillende, het is niet één rode draad bij jou. Het voetbal en petten. En, maar als ik tegen jou de twee letters van het alfabet opnoem van begin en eind, dan gebeurt er ook iets met Onno Jansen. Ja. AZ. Ja. Dat, ik zal even zeggen, ik heb een seizoenkaart. Nee, ik mocht een seizoenkaart kopen van mijn ouders toen ik naar de middelbare school ging. Dus toen was ik 13. Sindsdien elk jaar verlengd. Dus was je een van de drie seizoenkaarthouders in die periode? Nou ja. Zo erg nog niet, denk ik. Maar inderdaad, we hebben wel met een klein clubje gestaan. Kun je je eerste wedstrijd nog herinneren die je gezien hebt? De eerste wedstrijd die ik gezien heb is AZ Groningen geweest. En dat was 0-0, dat weet ik ook nog. En sindsdien was ik helemaal gek van, daar moet ik heen. En volgens mij heb ik toen die kaartjes een keer ergens van iemand gekregen voor mijn verjaardag. Ja. Misschien wel bij Wastora deelden ze ook nog wel eens uit vroeger. Dus, maar dat was al eerder. En toen wilde ik eigenlijk elke week heen. Maar ja, toen zijn mijn ouders, wachten eerst maar dat je naar de middelbare school gaat. En dan, dan kan je heen. Dus, en maar je volgt ze ook nu nog? Toch? Ja, natuurlijk. Ja. We zijn eigenlijk met een groepje jongens. Dat we een jaar of 17 waren. Uit Kamperduin, Groet, Schorel, Bergen. Vriend geraakt. En eigenlijk, het gros van de club, jongens, die staat er nog steeds op de tribune. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Maar je komt in orde. Ja, door mijn werkzaamheden in de winkel. Dat is van Pasen tot en met de herfstvakantie. Ben ik 7 dagen in de week bezig. Maar ja, daarna heb ik tijd genoeg om andere dingen te ondernemen. Ja. Kazachstan zijn we, voor mij was dat het laatste Kazachstan geweest. Maar als je daar dan heen gaat, hè, zie je dan ook nog iets van zo'n stad of een land? Of proef je iets van de atmosfeer? Wij gaan maken wel een heel plan. We gaan sowieso altijd wat bezichtigen. Het is niet zo dat we de stad ingaan, ons op het terras vlijen en het bed inrollen. We altijd overdag hebben we altijd een heel programma. We zoeken altijd bezienswaardigheden op in de buurt of soms iets verder. En pas aan het eind van de middag dan zoeken we inderdaad het terras op en dan wordt er ook eens wat gedronken. Maar ja. Na zo'n wedstrijd, je zegt zelf Kazachstan, is er na de wedstrijd de bus in naar het vliegveld en meteen weer weg? Nee, er wordt altijd gewoon gekeken wat de gunstigste vliegtijden zijn. Soms blijven we nog een dag. En soms meestal pakken we een paar dagen, 2 dagen ervoor en nog 1 dag erna. Of, net hoe het ook met werk van anderen gaat. Ja. Wat zeg je? Je hebt een gezin? Hè? Jazeker. Vriendin Sandra, vrouw Sandra. Ja. En Figo? Ja, Figo. Ja, mijn zoon. Ja, die heb ik ook met het virus besmet. Die gaat ook mee dan? Die wil nu ook, die is nu 18, dus die wil nu ook overal heen. Zijn eerste wedstrijd was voor de kraker in België tegen Antwerp. En daar viel met zijn neus in de boter natuurlijk, die wedstrijd. Dus, met Druif kort voor tijd, als ik me moet herinneren? Die 2 rode kaarten wedstrijd, dat AZ vlak voor tijd de verlenging afdwong. Ja. En toen in de verlenging het afmaakte, inderdaad met Druif, met Stenks. En die spelers van AZ, die selectie van AZ, weet die, zijn ze op de hoogte, worden ze op de hoogte gebracht van het feit dat jullie ze altijd overal achterna gaan? Nee, dat denk ik niet. Is het jammer?
Nou, nu niet meer. Vroeger wel. Vroeger zat je er gewoon met de spelers in het vliegtuig. En dan kon je gewoon, ja, dan had je tijd genoeg om met ze te praten. Stonden ze ook veel dichterbij. Kwamen we ook wel in het spelershome. En dat is nu helemaal afgezonderd. Ja, het is wel, zijn wel twee aparte werelden geworden. Je ziet het alleen al na het bedanken na de wedstrijd. Vroeger kwamen ze naar het hek toe en dan kon je na de wedstrijd. Bijvoorbeeld de eerste wedstrijd tegen PAOK, die ik geweest ben, Europees. Dan heb ik na de wedstrijd nog 5 minuten met Barry op Damme door het hek staan te praten over alle gekkigheid wat gebeurd was. Ja. En, ook de spelers kwamen na de wedstrijd, de competitiewedstrijden naar ons toe. En dan dronken we een biertje met z'n allen. En dat zie je nu eigenlijk niet meer gebeuren. Is het wat dat betreft killer geworden? Ja, absoluut. Ja, het is veel afstandelijker geworden. Het is ook wel professioneler geworden, zeggen ze dan. Maar ja, de afstand tussen spelers en supporters is absoluut een stuk groter geworden. Ja. Dat is jammer, vind ik. Ja. Wat is het de meest bizarre wat je hebt meegemaakt? AZ volgend. Het meest bizarre. Ja, ik heb een hoop dingen meegemaakt, maar het meest bizarre. Nou, als er niks is dan. Nou, zijn wel hopelijk, ja. Ja, ik zit niet op dat verhaal te wachten over die Henderson. Nee, dat... Ja, als je het wil vertellen. Nee, dat was in 1992. Laat dat maar rustig. Oh, ja. Dat is al zo lang. Dat telt niet. Dat telt niet. Nou, jawel hoor. Maar ik heb inderdaad wel zo'n hond en mijn broek gehad op het veld. En dat was dat we boven op het hek zaten en het hek begaf het. En ja, toen stonden we op het veld. En toen dacht de hondenbewaker, laten die jongens even wegjagen. Ja. Dus, maar David Lockie heeft me keurig naar terug naar het vak gebracht. En er is niks aan de hand verder. Dus, een legendarische figuur binnen. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Hey, even over je werk. Je bent, hoe noem je dat tegenwoordig? Manager, eigenaar? Nee, ik ben eigenaar van de supermarkt in Sint-Maarten-Vlotbrug. Dicht bij Petten, dicht bij huis? Ja. Ik heb 17 jaar voor een baas gewerkt in verschillende filialen. Ook in dat filiaal, maar ook in Andijk en in Sint-Maartenzee. En in 2011 had ik de mogelijkheid om hem over te nemen. Dus je bent franchise ondernemer? Nee, ik ben echt helemaal zelfstandig. Gewoon, ja. Ik koop wel in bij de Spar en ik heb daar wel een samenwerkingsovereenkomst mee. Maar ik ben verder vrij in wat ik doe. Dat moet voor jou ook heel wat geweest zijn. De hele coronaperiode. Ja, dat was wel was wel apart. Of nog steeds apart. Komen de dorpelingen, die komen ook bij jouw boodschappen doen? Sint-Maarten-Slotbrug is natuurlijk niet groot qua inwoners, vaste inwoners. En ik heb gewoon veel zelf gedaan, veel met het gezin. Nu nog steeds doen we het. Ja. Personeel wat ik heb werken, ja, het is nu niet zo heel veel. Ze werken maar een paar uurtjes. Ja. En de rest doen we allemaal zelf. Wanneer hoop je dat? Ja. De deur op pad gelopen. Nou, het liefst morgen natuurlijk. Ja. maar ik heb er wel vertrouwen in dat van de zomer. Vorig jaar hebben we erg veel geluk gehad dat het hoogseizoen super verlopen is. En dat heeft de eerste 3 maanden en de laatste maand behoorlijk gecompenseerd. Ja. Maar ja, lekker is het niet natuurlijk. Ook nu lopen we behoorlijk achter. Maar ja, als het straks weer los mag van de zomer, verwacht ik toch wel weer dat we weer wat in kunnen lopen. Ja. Het blijft leuk. Ja, het blijft leuk. Ja, anders zou ik ermee stoppen, denk ik. Nou ja, goed. Het kan. Ja, het kan. Ja, zeg nooit. Zeg nooit. Maar nee, ik zie me voorlopig nog wel even doen. Ja. De meeste gasten van de bank die kiezen een filmfragment. Dat hebben we ook aan jou gevraagd, maar jij kwam met iets heel anders. Je eerste uitwedstrijd. Van AZ, de eerste Europese uitwedstrijd. Europese uitwedstrijd van AZ. Waar was dat naartoe? Was dat Griekenland, naar jouw favoriete land? 2004 uit mijn hoofd. En, met Co-Adriaanse als met Co-Adriaanse, roergang. Ja. En met de groep die ik net benoemde zijn we toen afgereisd naar Griekenland een klein weekje. En die week klopte alles. Nou ja, ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. We wonnen. Supergezellig gehad. Misschien wel leuk om te vertellen. We hadden met dezelfde groep dat het
op het allerslechtste punt van dat met AZ ging. Dat ze echt dat ze 14e stonden in de eerste divisie. Gingen wij nog steeds heen. En dan hadden we een café Merenboer, hadden we een pot staan. En als er dan wat geld overbleef uit onze drankpot, dan zeiden we, spaar dat maar op voor de Europese wedstrijden. Ah. Als een beetje als gekkigheid. Maar niet wetende dat een jaar of 10, 15 later het echt waar werd. Ja. En we met de pot op pad konden, zeg maar. Dus en naast ons hotel zat een wetkantoortje. En toen hebben we stoute schoenen aangetrokken. Want ja, AZ was totaal niet bekend in Europa. En die stond op een kwartering van bijna 10, geloof ik, op winst. Dus toen hebben we wat geld op AZ ingezet. En ja, ze wonnen. Dus onze vakantie was ook bijna betaald. Ja, zo hoort. Ja, dat. Ja, ik zeg dit omdat we gaan kijken naar een fragment uit het begin van die wedstrijd. PAOK tegen AZ. We schrijven middenjaren nullies, zeg je geloof ik. 2004, ja. 2004. En zo aanvallend als ze doorgaan spelen in de competitie doen ze nu ook niet. Ze hebben nu maar 2 man voorin. Eentje minder dan waar Adriaanse rekening mee had gehouden. Daar Vokolos. En hij gaat erin. Onvoorstelbaar doelpunt. Van Galen. En de 380 meegereisde supporters gaan uit hun dak, hoewel de dak er hier nog niet op zit. Maar dit is een geweldige meevaller. En niet eens onverdiend. Weer staat die doelman verkeerd opgesteld. Daar de bal van Meerdink. En Van Galen heeft de blik al gericht op de goal. En Vokolos kan hem voor de lijn niet meer keren. Maladenis, Yasumi. En daar is de 1-1 van Salpigidis. Daar is het dan toch geschied. Daar is de defensie van AZ dan toch uitgespeeld. Zo ernstig was dit benaderen inzien niet. Theodorides. Vokolos. Iedereen kijkt naar de grensrechter. Maar buitenspel wordt niet gegeven. En dus vindt de treffer doorgang. Het kan genade vinden in de ogen van de arbitrage. Er sluipt ook een beetje irritatie in de ploeg van AZ. Dat deze wedstrijd gekanteld is. Door die 2 treffers van PAOK. Het was dan ook onnodig. Meerdink, Van Galen. Landsaat. Oh, Landsaat. Fantastisch. Hoe maak je hem zo? 2-2. En dit is dan de beste manier om te antwoorden na die irritatie. Wat een beheersing. Een geweldige goal van Landsaat. Prachtige lop. En Tohoroglu is toch niet de kortste doelman. Die staat maar 2 meter voor zijn doel en dat was net genoeg. Adriaanse heeft gezien in de vorige wedstrijden van PAOK samen met zijn assistent Martin Haar. Dat Hasiotis van alle verdedigers de minste lange paas in huis heeft. Vokolos. Kromkamp. Lekker fel. Van Galen en daar is Meerdink. En daar is het 2-3. En nu is PAOK helemaal terneergeslagen.
nog niet verslagen. Dat zou nog iets te vroeg zijn, maar zeker te neergeslagen. En hij, de trainer, zag er gisteren bij de persconferentie al uit als een soort van somber man. Hem wordt persoonlijk aangewreven dat hij die foute wissel heeft gemaakt in de voorronde van de Champions League. Maar de UEFA Cup dreigt ook een fiasco te worden als Huizigems hier de voorzet van Van Galen terugkopt. En via de keeper kan Merik dan scoren. 2-3. En een geweldige wilde voor AZ. Hij doet er goed aan om af te fluiten. De Hongaarse scheidsrechter. Want het leed is geschied voor PAOK. Krankzinnige taferelen bij een UEFA Cup wedstrijd. Ze leefden al in onmin met hun club. En ze brengen hun club aan de rand van de afgrond met deze actie. Een fluitconcert, een streamend fluitconcert valt over deze spelers heen. Ja, blijft prachtig om terug te zien natuurlijk. Ja, dit is echt nog steeds rilling hoor. Ja. Ik zei het in de inleiding al, je bemoeit je ook met de hel. En dan vanzelfsprekend niet de hel zoals we die allemaal menen te kennen, maar de hel van Petter. Ja, dat zijn we eigenlijk ook zo ingerold. Ja, maar jij rolt overal. Ja. Moet toch ook capaciteit hebben? Nou, wees nou eens eerlijk. Nou ja, kijk, dat is overal zo natuurlijk. Als iemand in een... ze weten je altijd te vinden. Als je in een organisatie zit wat goed loopt, dan weten ze ook voor andere dingen te strikken. Ja, dat is met iedereen zo. Dat zie je in alle dorpen om je heen. Het zijn vaak dezelfde mensen allemaal die de kar trekken voor een hoop verenigingen. Gaat u dit jaar door eigenlijk? Helaas weer niet. Nee. Gaan jullie hebben het complete draaiboek natuurlijk. Kan zo weer de kast in? Dat kan zo de kast in, ja. Maar je moet toch op een gegeven moment moet je toch dingen gaan bestellen. Zoals hekwerk en de jurybussen en andere dingen. Ja, en onze reserves zijn niet zo heel groot. Dus we kunnen het risico gewoon echt niet lopen. Helaas weer niet. Ik heb twee dilemma's voor je. Ik graag een heel kort antwoord. Wat zou je liever worden? Ondernemer van het jaar? In de gemeente Schagen. Of supporter van het jaar? Voetbalsupporter van het jaar. Nee, dat hoeft niet. Dan zou ik toch voor ondernemer van het jaar gaan. Ja. Ja. Is er enig... heb je daar een kans op als ondernemer in een klein dorp? Of wordt er toch meer gekeken naar? Ik vind dat je dan toch wel moet onderscheiden. Ik ook. Om het maar wat je net zegt... De helft van Petter, dan pak je het draaiboek uit de kast. En natuurlijk verandert het elk jaar wel weer wat. We missen nu bijvoorbeeld onze hoofdsponsor. Dus ja, we zijn daar op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Dus als er nog mensen zijn die de hoofdsponsor van de helft van Petter willen worden, dan weten jullie me te vinden. Waar moeten ze naartoe mailen? Kijk op onze site www.dehelftvanpetter.nl en dan staat alle informatie wel op. www.dehelftvanpetter.nl. Goed, de tweede en laatste. Een keertje spelen met een favoriet door jou samen te stellen AZ-team of heel stiekem een wedstrijdje fluiten in de Eredivisie? Nou, dan ga ik toch fluiten voor de Eredivisie. Ja? Ja, ja. Het gaat niet meer gebeuren. Maar, nou, dat weet je niet. Mag nu af en toe oefenwedstrijdjes van jong AZ fluiten op het complex. Dus dat, dat vind ik hartstikke leuk. Maar dat zijn geen echte wedstrijden. Het moet echt om het echie gaan. Het moet om het echie gaan. Dan komen er hele andere dingen kijken. Wat zijn jouw toekomstplannen? Wat zijn dingen die je graag wilt, graag zou willen doen, ondernemen? Ja, op dit moment heb ik eigenlijk alles wel voor elkaar. Dus ja, nog een tijdje zou doorgaan, denk ik. Ja. En ik wil nog, we hebben nu bij Petten, bij de voetbalvereniging, doe ik het met mijn vrienden Martijn van Inwegen en Roem Barthe. We zijn wel jarenlang het bestuur, maar we hebben sinds kort een paar jonge gasten erbij. Nou, die hebben een metamorfose van het sportpark voor elkaar gekregen. 23 reclameborden erbij in de coronatijd. Ja. Nieuwe duckouts, de hele tribune is gepimpt. Nou ja, dat is ook belangrijk. Soms wat nieuw aanwas in een bepaalde organisaties krijgen. Nieuwe ideeën, frisse kijk op sommige dingen. Dus ja. Ja. Hoe wil je dat jij later wordt herinnerd in Petten? Nou, we zijn 100 jaar verder.
Ik denk, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Nee? Nee, nee. Cultheld? Nee, nee, daar ben ik totaal niet mee bezig. Kan ik geen antwoord op geven. Oké. Okay. Ik wens je heel veel succes met alles wat je nog gaat ondernemen en doen. Dankjewel, Jacques. En tot de volgende keer. Tot de volgende ronde. Dit was de bank voor deze week. Over de sportbank moet ik zeggen. Volgende maand is hier te gast Sjors Stoekenbroek, fotograaf uit Den Helder. Tot dan. Dag.